Maar daar komt dan al aan de buitenzijde die oranje bodemblinker van, Dundee Boko. Elliot Charisma die maakt een galoppade. Dundee Boko was aan de opmars bezig. Uitgeschakeld, ja, 7-7 wilde ook naar voren komen, maar dat ging niet door. Daar komt Monaco Royal Event aan de buitenzijde naar voren. En die gaat met veel machtsvertoon naar het front. Dundee Boko heeft intussen de leiding gepakt. Met Monaco Royal Event in de achtervolging zijn we in de laatste rechte lijn. Uitgeschakeld, 2. Van de Gouden Zwieper komt eraan. En het is aan de buitenzijde Monaco Royal Event nummer 7. In de Gouden Zwieper voor Hylte Tjalsma. Het wordt een feit. Het is inderdaad Hylte Tjalsma, de vliegende Friesin. Die het wint met Monaco Royal Event. Op de tweede plaats Dundee Boko. En derde Hendrik Schermer. Ja Bas, ik sta hier bij de trainer. 20-2 voor de winnende combinatie Monaco Royal Event. Hylte Tjalsma. Bas, jij zei gelukkig. Vreest hier iets? Nou, hij ging niet al te best, vond ik ze nu onderweg. Maar ik had echt top rijden. Hield hij het zo best gereden, hem zo koelbloedig finish gereden. Kijk, paard is zo sterk als een beer, is niet altijd even makkelijk in zijn loop. Nee, ik heb ervan genoten. We gaan de huldiging doen. En voor Hyltje is dat de 7e keer voor jou? Ik weet het niet, ook al een aantal keren. Ik denk dat Hyltje 3 of 4 keer al van mij wint. We gaan er naartoe. Mooi Bas. Hyltje Tjalsma, dames en heren, bij Monaco Royal Event. Paard is in bezit van stal PD. En daarvoor is aanwezig Peter Delis, die zelf en Aard. Ja. Astrid erbij. Daar is hij wel mede van. De burgemeester, dames en heren, de heer Veenstra, gaat de Gouden Zwieper overhandigen aan Hyltje. En voor Hyltje is dat een inmiddels gebruikelijk ritueel. Want het is haar 7e Gouden Zwieper. De sierdeken die wordt omgehangen. En nu de goede kant op. Zonder Hyltje had hij niet gewonnen, zegt Bas. En Hyltje zelf zegt niks. Maar denkt daar het haren van. We gaan straks met Hyltje bijpraten, dames en heren. Eerst de felicitaties van de burgemeester en de Gouden Zwieper. En uiteraard krijgt Hyltje straks een miniatuur Gouden Zwieper mee naar huis. Hyltje doet de helm even over aan Greta Postumus, dames en heren. En zij gaat namens het bestuur van de Nederlandse Amateur Rijders Club eventjes op pad met Monaco Royal Event. Zodat Hyltje de handen vrij heeft. Eerst nog even de foto maken met de Gouden Zwieper. Voorplaatwaardig, mogen we wel zeggen. Staande foto, Raymond. Staande foto. Ja, er komt nog een krans bij, jongens. Beschikbaar gesteld door de harddraverij en renvereniging Jouwen. Even een mooie foto van Hyltje met krans. Ja, daar heeft Hyltje weer de handen vol. Dat had ze in de koers ook al. Prachtige plaat, oortjes naar voren. Kijk eens even naar het baasje. En er wordt gelijk een flinke kuil gegraven, dames en heren. Monaco Royal Event kan ook zo in Duitsland starten. En daar zit vast een mooie foto bij. Burgemeester er nog even bij, ook op de foto met Hyltje. De burgemeester en Hyltje gaan goed met elkaar om, want ze zien elkaar ieder jaar bij de huldiging. Mooi de oortjes, prachtig, mooie plaat. En Hyltje, dan moet jij, Hyltje, jij bent de ervaringsdeskundige. Wat doen we nu eerst? Het Friese volkslied of het interview? Wat zeg jij het maar? Nee, jij bent de chef. We gaan eerst het interview doen. Ik heb naar je zitten kijken. Oh, daar komt eerst nog even je broche. Die je mag houden. Hyltje, ik hoor jou zeggen, ik was zo zenuwachtig. Zo ken ik je helemaal niet. Nee, maar ik ken natuurlijk een beetje gezonde spanning voor de tijd hebben, maar met het voorrijden ging je niet helemaal dat ik zeg, yes, dit is hem. Ik heb het met Bas, ik zei, niet goed. Dus we gaan wat veranderen, we gooien wat meer gewicht eraan, dat hij wat drafzekerder wordt. En het was geen ABC'tje dit keer. Ik zag jou onderweg, Tjitske Land lag naast je daar in die bocht. Jij wilde eigenlijk naar buiten, je had je handen vol aan hem, hè?
ja, mijn handen vol, maar je kan hem niet loslaten, want dan, ja, maar, ja, nou ja. Wanneer wist je dat goed zat? Overkant, halverwege overkant, helemaal toen Paula eruit sprong. Ik denk, nou moet het raar lopen, maar op mijn handen naar huis rijden en, nou ja, dat gebeurde. Wie is nou zo gek dat hij vanuit Frankrijk helemaal hierheen komt voor een gouden sweeper? Ja, maar ja, ik ben een Friesin, hè. Dus ja, deze is wel heel bijzonder. En het is de zevende? Het is de zevende. En het is wel heel, dat wil ik even erbij vertellen, want ik wil Bas heel erg bedanken hiervoor. Rond maart, april, was Bas was op de koersbaan in Frankrijk. Ik ook. Ik zei, Bas, wat doen we met de gouden sweeper? Hij zei, wat doe jij met de gouden sweeper? Als jij vrij neemt, schrijf ik een paard voor je in. En dan krijg je deze. Ja, nou, inderdaad. Volgend jaar weer terug? Ja. Bevalt nog steeds in Frankrijk? Ja, heel goed. Heel... Je komt niet meer terug? Voorlopig nog niet. Oké. Okay. Friese volkslied, ben je vergeten hoe die gaat? Nee, die weten we nog. Zullen we eens luisteren? Doen we. Fries bloed zoog op, wel nodig broes en zieden. En boze droog u spieren om. Dan gaan we voorrijden, dames en heren, met de koets voorop en erachteraan Monaco Royal Events. En graag heel veel applaus voor deze fantastische winnaars. Dit willen we zien in Friesland, dames en heren. Een Friesin wint de Gouden Sweeper hier in Jouwen. Stapvoets rijden alstublieft. Standby. Start gevallen. De paarden zijn gestart voor de Gouden Sweeper. En het is na de start een galoppade voor Ultras As aan de start van het veld. En Hendrik Schermer heeft de leiding genomen. Chantal van Ooyen neemt met Hendrik Schermer de leiding. Op de tweede plaats Aiglos. Derde positie is dan voor Gigi Lamoroso. De vierde plaats voor de aan de buitenzijde oprijdende Donder Vreo. Verder weg Dundee Boko. Een gat van vier lengte dan tot Elliot Charisma, dan Gideon of Egypt. En zo zijn we dan in de rechte lijn voor de uitgeschakeld nummer 1, 1 galop. Nummer 1, Aiglos maakt een galopaan en wordt uitgeschakeld. De paarden komen zo dadelijk voor de eerste maal langs de finish. Gaan de ijsclubbocht in met aan de kop Hendrik Schermer. Maar die heeft schuin naast zich gekregen Donder Vreo. De dames Chantal van Ooyen, Claudine van Dam vechten om de leiding. En aan de binnenkant trekt Else Pierro mee met haar Gigi Lamoroso. Als de paarden de bocht zijn uitgekomen en op weg zijn aan de overzijde. Uitgeschakeld, 8-8 galop. Galopaden voor Gideon of Egypt leidt tot uitschakeling. En we zijn dan weer einde overzijde en gaan dan weer de stalbocht in. Aan de binnenkant Hendrik Schermer. Aan de buitenzijde blijft ja toch die Donder Vreo de stalker. Daarachter volgt op de derde plaats dan goed aangesloten Gigi Lamoroso. Samantha Stolker die is met haar Dundee Boko op weg naar de koplopers. En is nu bijna aangesloten in vierde stelling. De vijfde plaats op afstand voor Elliot Charisma. Daarachter Monaco Royal Event. En op afstand hebben we dan Eva Hallink. De deelnemers zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog één ronde te gaan in de Gouden Sweeper. Met Hendrik Schermer die nu weer een volle lengte voorsprong heeft genomen. Want ja, we zien dat hij nu met twee lengte voorsprong op de rest ligt. Met moeilijkheden is Donder Vreo toch weer achterin beland. Hendrik Schermer is dus van de plaaggeest af en heeft nu een comfortabele twee lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het daarachter dan Gigi Lamoroso. En zo uitgeschakeld. Zijn we aan de overzijde zes van de baan. Onregelmatig. De nummer 6, Eva Hallink, is uitgeschakeld als we halverwege de overzijde zijn. En dan gaan we opmaken voor de eindstrijd waarbij Hendrik Schermer nog altijd leidt. Maar daar komt dan al aan de buitenzijde die oranje bodemblinker van Dundee Boko. Elliot Charisma die maakt een galopade. Dundee Boko was aan de opmars bezig. Uitgeschakeld 7-7. Ja, ook al naar voren komen, maar dat ging niet door. Daar komt Monaco Royal Event aan de buitenzijde naar voren. En die gaat met veel machtsvertoon naar het front. Dundee Boko heeft intussen de leiding gepakt. Met Monaco Royal Event in de achtervolging zijn we in de laatste rechte lijn. Uitgeschakeld 2.
van de Gouden Zwiepen komt eraan. En het is aan de buitenzijde Monaco Royal Event nummer 7 in de Gouden Zwiepen voor Hiltje Tjalsma. Het wordt een feit. Het is inderdaad Hiltje Tjalsma, de vliegende Friesin, die het wint met Monaco Royal Event. Op de tweede plaats Dundee Boko en derde Hendrik Schermer.